Kun jij me misschien ook een hele harde klap geven? Want dan zie ik ook sterretjes en hoef ik er niet meer achterna te gaan. Dan kan ik ze gewoon zo pakken vanaf mijn hoofd. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario 3D World. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we deze twee knockouts geslagen, hebben we dat level gedaan en een Toad Treasure Tracker. En in deze aflevering gaan wij waarschijnlijk dit level doen, dat level doen en waarschijnlijk naar het grote kasteel daar. Tenminste, dat hoop ik dat we dat voor elkaar gaan krijgen in deze aflevering. Dus laten we naar het riff van de Remmerheads gaan. Dat is heel Nederlands-Engels daar. En we spelen als Mario en vallen gelijk in het water. En jullie weten mijn standards met waterlevels. Ik ben geen fan van waterlevels. Waarom niet gewoon? Ik vind ze niet leuk. Dat is geen reden genoeg. Ik vind van wel. Oké. Oh, jeez, nee. Kunnen we hier naar beneden? Nee, we mogen er niet naar beneden. Oh, jeez. Dit ga ik zo niet leuk vinden. Kan ik crown pounden onder water? Natuurlijk kan ik crown pounden onder water. Oh, boy. Oh, ik ben geen fan van die vissen. Blooper! En daar word ik natuurlijk gelijk door geraakt. Waarom ben jij een torpedo blooper? Kan ik op jou springen? Dat ga ik niet uitproberen. Oké, hammerheads bloem. Nee. Ik heb nog een vuurbloem. Vuur onder water. Logica's. Logica's. Gewoon doen. Oké. Ik hou niet van dit. Kijk. Nou toch eens. Blooper. Oké, ik heb de groene ster. We hebben de eerste groene ster. Ik wil dit level niet overnieuw doen, want ik heb een hekel aan waterlevels. Echt serieus. Waterlevels. Nee. Gewoon nee. Oké, nou, we mogen daar niet naar boven toe. Dat is overduidelijk. Laten we dan maar hier deze pipe in gaan. Hopelijk is het hier geen water meer. Maar aangezien dat het dus, zeg maar, die hammerheads zijn, denk ik dat dit hele level gebaseerd is op water. En iets zegt mij dat wij daar naar beneden moeten. Oké, ik zie daar een... we zien een green ster. Oké, ik blijf hier even wachten, want ik wil die green ster. Oké, we hebben hem. We hebben hem. Oké, zwem, 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 stamp. Paddenstoel. Waarom een paddenstoel? Iets zegt mij dat daar beneden namelijk of de stamp gaat zitten of ook een secret. Iets in die trend. Oké, gewoon naar beneden. Volgen jullie gewoon. Auw. Niet lief. Waarom heb ik zo'n gevoel dat dit geen slim idee is? Oh, er zit een klokje. Nou ja, een klokje is decent. Oké, ken ik hier? Juist. Oké, we hoeven niet weer een hele cirkel mee om te gaan. Maar iets zegt mij dat we wel hier weer naar boven toe willen. En als ik nou wat sneller kon zwemmen! Nee, 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 nee! Er moet daar boven iets zitten. Zeg maar dat het de moeite waard was. Nee, natuurlijk is het de moeite niet waard. Mario, waarom ben je zo langzaam in het water? Worst swimming controls ever. We zijn uit het water. Oh, daar ben ik blij om. Oké, nou, iets zegt mij dat als wij al deze vissen flamberen, dat we dan sushi hebben. Oh, Koopa Shell. Koopa Shell, kom hier. Oké, Koopa vasthouden, bukken. Oh. Wee! Nou, zijn de kijkertjes heel erg blij omdat we dus nou zeg maar een surfing Koopa Shell zijn en... Oké, ik word er duizelig van. Oké, nou, het is inderdaad leuk. Mijn excuses, jongens, dat ik dat nog niet eerder heb kunnen laten zien, maar dat ziet er inderdaad heel erg leuk uit. Oké, dan kun jij ook heel even weggaan. Oké, alles is verslagen. Krijgen we dan een green ster? Nee. Flame. Kijk naar al die muntjes die hier liggen en nou gaan verdwijnen. Oh. Oké, daarboven. Nee, zit ook niks. We moeten nog steeds een stem vinden en we moeten ook nog steeds een extra greenster vinden. Dus, en ik wil dit level echt niet opnieuw doen. En we hebben maar... Ik hou niet van bloopers. Ik hou niet van lava. Nou, ik hou niet van waterlevels. Laten we het daar gewoon op houden. Oh, jeez. Leuk bedacht dan, zo. Dat wel. Maar ik kan niet zo snel draaien. Ik kan niet zo snel draaien. Ik kan niet zo snel zwemmen. Op een of andere vage manier hebben we wel weer tot we oneindig onder water kunnen blijven. Zonder dat we een Luma onder ons petje hebben of iets. Die Mario Physics op sommige momenten slaan helemaal nergens op. Dan heb je weer wel zuurstof nodig, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. En oké, dan moet ik via de bovenkant doen. Mag nou niet geraakt worden, want die vuurbloem die hebben we nodig. Voor deze greenster hier. Oké, we hebben hem. Goed. Laten we de weg volgen en hopelijk vinden we de stamp. Ik wil dit level echt niet overnieuw doen.
Oké, we moeten hier omhoog. Oh boy. Omlaag. Oké. Ik zie al wat jullie hier van plan zijn. En daar gaat mijn vuurbloem. Oké. Is die de stem dan? Ik zie daar wel een warpipe daar beneden zitten, maar ik zie nergens een stamp, dus... Oké, dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we hier naar boven. Gelijk hierin. Oh, ik dacht misschien zit hier wel de secret van de stamp of zo. Jij gaat dashen op mij! Foei. Kan ik hier op camp houden? Nee! Oké, doe maar dash op elkaar. Gaan jullie dan dood? Nee. Moeten jullie daar dan een gigantische hoofdpijn van krijgen? Ik snap jullie niet. Hier. Krijg vuurballen onder water. Logica's. Oké, even dat doen. Waarom? Oh, we hebben nog maar 100 seconden! Maar ik heb de stem nog niet. Oh boy. Kom op. Oh boy. Oké. Hier? Oh, daar zit de stem. Oké. Snel de stem pakken en wegwezen uit het spookwater. Oké, heel erg laag. We moeten nog lager, want we moeten hier weer omhoog kunnen zwemmen. En haal ik dit? Oké, ik haal het. Goed, 60 seconden. Waar is hij? Het is dat we dat klokje hebben gevonden. Oké, daar is het. En oh, shnikes. 50 seconden. Ik moet hier de golden flagpole halen. Kom op. Oké, ik kan hier even snelheid opbouwen. Oké, daar is onze snelheid. Go! Oké, gehaald. We hoeven de level niet overnieuw te doen. Phew! Ha! Dodge the bullet. Ik ben zo blij. Hi. Yahoo! It's me, Mario! Woohoo! Oké, dat klonk wel heel erg slecht. Maakt niet uit. We hebben de stem. Blooper! Ik hou van bloopers. Bloopers zijn altijd grappige video's. Oké, Goomba, 3 bunnies, heel veel Mario's, heel veel veetjes. Mario die een vuurbal gooit op een blooper. Dat doe ik constant. Warrehek, zwij... Oké, ja, dat kan ik niet lezen. Maakt niet uit. Goed. We hebben het level gehaald en we gaan dus zo naar het vulkanenlevel vol met lava. Ik hou niet van lava. En die grap blijft overal terugkomen. Leuk als je zo twee series door hebt lopen tot het dan toch zeg maar een cameo maakt in de andere serie. Dus naar mijn mening is het altijd leuk. Oké. Vlammende vuurzee. Maar zo, is dit level gemaakt van Moltres dan? Oké, nou, zolang dat het tot de lava, zeg maar, niet hoger gaat als, hoe hoog gaat het lava hier? Oké, het gaat zo hoog. Ik maak me zorgen. Boomerang! Kan ik jou daarmee uitschakelen of nee? Je wordt daar ook weer mee geregenerated. Probleem is, de lava, dat komt weer omhoog. Ik hou niet van lava. Oké, we wachten hier heel eventjes. Go! Vergeet niet jongens, lava is instant kill. Dus daar moeten we echt zeker voor uitkijken. En ey! Zo niet lief. Val in de lava. Ik hou niet van lava. Ah. Zo handig dat je hier eigenlijk een beetje safe staat. Oké, nou, snel doorrennen. Oh, daar ziet de gaaf uit op de achtergrond. Ik heb zo'n gevoel dat daar beneden iets zit. Oké, heel even wachten. Het lijkt wel een beetje op Toad Treasure Tracker, want we hebben onze Toad die ons... Ik snap het eigenlijk niet. Toad die krijgt nou een grote rol met Toad Treasure Tracker. En ondanks dat we dus zeg maar naar Toad hebben met Toad Treasure... Tracker! Hoe wil ik... Oh, daar heb ik die boomerang voor nodig, hè. Oh, daar heb ik die boomerang voor nodig. Oh, daar! Krijgen we nog een boomerang hier ergens? Zeep, dat lava gaat omhoog. Dus misschien niet handig om hier te blijven staan. Ik hoop dat ik nog een boomerang... Ik hoop dat ik nog een boomerang ga krijgen, want... laten we nou niet een expresse dead ring gaan gooien, maar gewoon zeggen van... Weet je wat wij doen? Wij springen over hem heen en worden geraakt door zijn lavaspoor. Ik hou niet van lava. En jullie blijven gewoon terugspringen. Oké, we kunnen dus... Oké, we moeten terug voor die ster later. Oké, dat is duidelijk. Dat is duidelijke taal. Komt goed. Gaaf dat ze daar dan ook weer die dingen zo neer hebben gezet. En Blackpool die hield ons. Daar ben ik blij om. Hallo. Gaat hij de lava ook weer omhoog? Nee? Jawel, de lava gaat hij wel omhoog. Nee, naar binnen. Oké, ik zie daaronder de stamp. Die wil ik hebben. Oh, snijkvogels. Oké, we hebben weer een boomerang.
Oké, laten we hopen dat we deze boomerang nou eventjes kunnen bewaren. Hè? Want als ik dit level overnieuw moet gaan doen voor die ene ster. Oh, ik hou niet... Oh, die dingen die kun je gewoon wegschieten. Dat wist ik niet. Ja, die zag ik niet aankomen! Oké, niet omhoog gaan, lava. Oké, we lopen hier gewoon snel doorheen. Dat is het einde van het level al, maar ik mis een groene ster dan. Oké, we hebben 2 groene sterren die we moeten halen. Prima! Dus, dit was een vrij kort level. Oké, dus we hebben de boomerang suit hebben we nodig voor die ster. Maar waar zit die laatste ster dan? Dat is de question. Oké, wat zien we hier? Heel veel tekeningen. Leuk. Goed, ik ga het level eventjes opnieuw in. En ik zie jullie bij de eerste ster en de laatste ster, hopelijk. En we hebben de stamp. En daarna moeten wij richting Bowser's kasteel. En die bonus die pakken we dadelijk wel. We gaan eerst eventjes dit level even voltooien. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, hier zijn we dan aangekomen bij onze eerste groene ster. En die hebben we nou. En ik heb ze! Oké, het is maar goed dat ik daar eventjes daarmee de dingen veranderde. Mijn power-ups. Maar goed, ik ga op zoek naar die tweede groene ster. Ik zie jullie in een seconde. Die dingen zijn instant kill. Oké. Dat moment when je weet dat je boned bent. Oh, ik zie daar de groene ster. Waar heb ik die kunnen missen? Serieus. Oké, nou, we hebben dus zeg maar daar volgens mij wel weer een boomerang dinges voor nodig. Die zit daar dus. Op dat plateau. Oké, nou, ga er eens even liggen. En blijf. Oh boy. Oké, ga omlaag. Stamp hadden we al. Oké, omlaag. Komt er daar een pad vrij. En die brengt ons hier naar die ster. Hopelijk sta ik hier veilig. Niemand komt hierheen. Ik sta hier alleen. En veilig. Oké, kan ik... Ah, nee! Oh. Oké, bukken. Oké, nou, maakt niet uit. We hebben de ster. Run, Forrest, run! En heel leuk voor de ene muntje daar. Oké, gewoon rennen. Die dingen zijn instant kill, dus gewoon door blijven rennen. Blijf maar rennen. Wat moet je doen? We rennen naar de poen. Nou ja, het was geen punt. Het was eigenlijk de gouden vlagbom. Maar dat maakt niet uit. We hebben hem gehaald. Nou weer. Zoveel faals. Maar goed. Dus we hebben nou Bowser's kasteel voor onze neus liggen. En we hebben 200 sterren precies. Dat wil zeggen dat we dus alle sterren gehaald hebben. Dus laten we wel eventjes die bonus doen. Misschien dat we 7 levels te pakken. Of 7 levels. 7 levens te pakken kunnen krijgen. En met dat gedaan te hebben gaan wij dan naar... Ja, die hadden we al gelezen. Dan gaan wij richting het kasteel van Bowser. Oké, goed. Concentratie. Met de klokjes. Tada! Dat is lang geleden dat we dat gehaald hebben. Maar goed, we krijgen dus weer 8 levens omdat we 25 muntjes hadden. En 25 plus 77 houden we 2 muntjes over en krijgen we 8 levens. Yay! Zito dansen! Ik weet niet, Toad danst nogal leuk. Denk ik. Don't judge me! Goed! Op naar Bowser's kasteel. Wereld 7 in plaats van wereld 8. Normaal gesproken was wereld 8 namelijk waar je Bowser moest slaan. Maar nee, blijkbaar is het hier al. Dus wij gaan naar Bowser's kasteel. Hoeveel sterren heb je eigenlijk nodig van de 200? 130. Dat is weinig. Ik heb dan op zijn minst 150 gemaakt of zo. Ik bedoel, ik weet dat je in Mario 64 ook niet alle sterren nodig had. Dan had je er 70 nodig van 120. Dus ook 50 sterren minder. Maar toch. Ik bedoel, dit zijn er 70 minder. Oké. Bowser's vulkaan kasteel. En wat ironisch dat Peach daar nou op afloopt. Bowser, ik heb het helemaal gehad met jou de hele tijd mee te ontvoeren. Ik kom jou heel eventjes op je donder geven. Toch iets verzinnen? Oké, lava, dat blijft gewoon netjes staan. Ga heen.
Oké, nou, de lava blijft gewoon hier netjes stilstaan. We hebben hier heel veel hammerbro's. Jammer, joh. Wat? Oeh. Oké, daar zeg ik geen nee tegen. Oké, we zitten hier. Mis. Oké, dat is gewoon een blokje. Een zinloos blokje. Jij bent een nieuw kastje. Oh, schnikies. Oké, ik zie daar een secret to everybody. Dankjewel, bom, voetbal, dinges. Die kant op. Oh, een P-switch. Oh, dat was niet een secret, dat was gewoon required. Oké. Die dingen die blijven dus terugspannen. En als je hier een walljumpen, krijg je de stamp. Tenminste, als je goed walljumpt. Gotcha. Oké, nou, we hebben de stamp. Nog geen sterren, maar dat komt wel goed. Hoop ik. Oh, dat... Ja, ben ik dan... Oh. Dat was raar. Oké. Die golven rij even overheen. Nee. Weet je wat? Die munt... Die... Ik hoef geen munt. Ik maak me zorgen, want we hebben nog geen... We hebben nog geen één groene ster gevonden. Dus ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen dat we een groene ster hebben gemist. En het zou een beetje raar zijn als we dit level overnieuw zo moeten gaan doen. Oké, even wachten. Oké, here we go. Huh? Oké, daar zie ik een groene ster. En dat is de laatste. Oké, we moeten dit level overnieuw doen, dat is zeker. Ah, we hebben in ieder geval de stamp. En, oh. Ja, we hebben al een checkpoint gehaald, dus... Suicide heeft weinig nut. Nee. Nee, Nou ja, zo'n groot level is het niet. Eigenlijk best wel een beetje een letdown, maar goed. Bowsie, hier is Prinses Peach. Bowsie. Nee. Weer je autodinges. Weer. Zie mijn auto. Ik heb te veel geleerd van Mario Kart. Serieus, in Wereld 1 hebben we dit ook al moeten doen. Nou, weet je waar? We lopen gewoon wat dichter bij jou. Boom. Jammer dat je auto op moet blazen, maar ja, ik kan er ook helaas niks aan doen. Boom. Ah, nou hebben we spikes erbij. Lijkt me niet echt gezond voor je auto, maar goed. Boom. Weer hetzelfde spelletje, hè? Weer hetzelfde spelletje. Bowsie, leer nou toch eens een keer van je fouten, jongen. Leer nou toch eens een keer van je fouten. Ja. Kun je me er nog eentje geven? Kun je me er nog eentje geven? Oh, fijn. Weet je, misschien als je heel erg hard wegrent, hè? Misschien als je heel erg hard gas geeft op dat ding. Misschien dat het dan nut zou hebben. Oké, nou. Ah, niet meer. Brrr. Ik snap Bowser zijn logica's af en toe niet. Zoveel spikes, zo weinig tijd. Oké. Ja, hier ben ik al. Hoi. Het is net een optochtwagen. Zo'n praalwagen, weet je wel, die je vaak ziet. Oh. Oké, ja, we pakken het voorzichtig aan. We nemen de tijd. Zeg, Bowsie. We moeten praten. Daar. Je mist een band. Ik denk nou niet dat hij door de APK-keuring gaat komen. Maar je blijft ook gewoon doorgaan ook, hè. Je weet ook niet van ophouden, ook niet, hè. Hier. Je verliest je lading. Ik breng het terug naar je. Hoeveel grappen kunnen we hier openmaken, serieus? Oh, dit is... Eigenlijk wel grappig. Het zou wel grappig zijn als dat... omdat hij nou een band mist eigenlijk. Het zou wel grappig zijn als hij daar eigenlijk nou gewoon vanaf kukelt of zo. Oké. Ja. Heel leuk die vuurballen van je. Hoe lang is deze weg wel niet? Lijkt eindeloos door te gaan. Heb je dit speciaal gemaakt alleen maar om irritant te wezen? Ja. Muur.
Auw. Ik heb nog een power-up. Oh, ik heb nog maar 100 seconden. Bowser schiet even op mee bommen, ja? Dankjewel. Nee, niet. Nee, niet weer. Nee. Je zou toch denken dat ik van de eerste keer geleerd heb. Ah, die Bowser ook af en toe. Ik vind het ook grappig hoe dat dan hier ook echt acuut weg gewoon ophoudt. Ach ja, maakt niet uit. Goed. Deze baas die was iets langer er, maar het is eigenlijk gewoon weer de eerste baas die je tegenkomt. En dan vind ik dat zo jammer. Dan denk ik bij mij eigenlijk van, dat is niet echt nodig. Jongens, jullie staan er met z'n zessen. Kunnen jullie nou niet heel eventjes gewoon zeggen van, oh, wij helpen je wel eventjes. In plaats van maar te gaan staren van, haha, jij bent nog niet bevrijd. Jammer joh. Serieus. Thank you. Yay. Hier. Oh. Hi. Bowser, dat mag niet. Je mag maar één veetje per bottle hebben. Dat staat duidelijk in de Hyrule Historia geschreven. Bowser. En best wel grappig hoe dat rode zo zeggen dicht gaat. En dan tot dat weer terugkomt van nope. Oké, okay, dus Prinses Doodstoel. Hartstikke grappig gemaakt daar. En Boomerang Mario versus Bowser. Nou ja, het enige nadeel is, we moeten dit level nog een keer doen omdat we twee groene sterren missen. En volgens mij hebben we ook geen... Oh jawel, we hebben de stem wel, want daarvoor moesten we zo springen. Maar we zien dus zeg maar dat er een warppipe naar boven toe gaat. En waar dat die naartoe gaat, laat ik jullie zo zien. Maar eerst heel eventjes die twee groene sterren nog halen. Nadeel is, we moeten Bowser dan ook weer verslaan. Heel weinig zin in. En daar hebben we Evier. Gezellig. Maar goed. Eerst de twee groene sterren. Oké, de eerste groene ster die zit daar dus onder verborgen. En dan moeten wij dus voor gaan walljumpen, zo te zien. Oké. Oh, da. Oké, dan weet ik niet of ik voor de tweede nog dadelijk de boomerang nodig heb. Dus laten we heel voorzichtig aanpakken. Oké, jij gaat die kant op. Heel vervelend dat jullie terug blijven komen. Oké, de stamp hadden we al. Goed, waar zit die tweede? En hier zit de tweede. Ja, ik heb gewoon een catsuit ergens vandaan moeten toveren. Om dus zeg maar bij die tweede uit te kunnen komen. Om daar dus zeg maar dat je daar een catsuit voor nodig hebt. Nou, ben ik mijn catsuit toevallig kwijt. Maar we hebben in ieder geval alles voor elkaar gekregen. We hebben in ieder geval alles voor elkaar gekregen. Maar je had dus een catsuit nodig voor die tweede. En die tweede was heel sneaky verborgen. Ik zag hem toevallig op een afstand. Dus vandaar dat ik wist waar dat hij zat. Maar anders had ik echt zoiets van... Juist. En ik heb hem geprobeerd te pakken te krijgen. Ja, gewoon zeg maar met walljumpen. Niet gelukt, dus vandaar dat ik dacht bij mijn eigen van, weet je wat we doen? We zeggen gewoon, prima. We pakken een catsuit. Maar goed, ik heb even Bowser nog een keer te verslaan. Jammer genoeg. Dus ik zie jullie in een seconde. Het blijft leuk om Bowser in de lava te zien vallen. Ik hou niet van lava. Oftewel, Leroy is nu officieel de nieuwe Bowser. Bowser valt in de lava. Hij houdt niet van lava. Dus Leroy, bij deze ben jij de nieuwe officiële Bowser. Vijver, maak notities. Moet jij de volgende opnamesessie het maar eens over gaan hebben. Goed. Nou hebben we dus zeg maar deze sterren gehaald. En nou krijgen we waarschijnlijk weer die cutscene waar we niet op zitten te wachten. Hover. Evan, serieus, waarom sta je nog aan de bodem van de... Oh, Evan toch. Nou ja, we hebben in ieder geval een snellere tijd neer kunnen zetten. Yay! Nou ja, de feetjes die staan daar nou niet meer. Dus ik denk nou niet dat we nou die cutscene gaan krijgen. Tenminste, dat hoop ik niet. Nee, we krijgen gewoon een score. Oké. Goed zo. Nou. Om niet een gemene cliffhangergever te zijn, heb ik jullie beloofd dat we dus zeg maar in die warpipe gaan. En gelijk kijken wat daarboven zit. Want zoals ik al zei, wereld 7. Wacht eens eventjes. Hadden wij niet een slotmachine dinges?
altijd maar weer die uitstellen. Nee, we hadden geen slot. Ik dacht dat er een slotdinges zat. Er zit geen slotdinges. Oké, nou. We gaan dus nu naar dat ding hier. Niemand heeft hem gebouwd. Er komt gewoon magisch totaal uit het niks. En als we daar naartoe gaan, gaan wij heel hoog. Heel hoog. Super hoog. En dan komen we bij de echte wereld achteruit. Of de echte laatste wereld. Bowser's pretparadijs. En dit heeft ook weer zijn leveltjes. Zoals je kan zien. Maar die bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar een tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Super Mario 3D World. Want ja, we hebben weer een paar levels te doen. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie dan. Tot dan. Doei. Ik hou niet van lava.